Welkom bij de officiële uitreiking van de Nationale Kees de Veer Kinderprijs 2020. Nou, het is superbelangrijk om kinderen te motiveren om verder te gaan. En kinderen in het zonnetje zetten die goede dingen doen. In Nederland hebben we overal een mening over. En als je dan van, en wat doe je nou eigenlijk? Dan zijn een hele hoop Nederlanders stil. En hier zie je een hele hoop hele jonge kinderen die hun nek uitsteken en de dingen doen. Ik vind het echt super fijn dat er nu aandacht voor is. En natuurlijk vind ik het echt geweldig dat ik genomineerd ben. Als je kijkt wat zij nu al bereiken en doen op deze leeftijd. En daarom hebben wij eigenlijk de krachten gebundeld om te laten zien wat voor fantastische initiatieven kinderen hebben. Hoe zij de wereld, al is het maar een heel klein beetje, mooier maken. Ja, nog één keer. 1, 2, 3. Ja, heel goed. Ga lekker in de zaal. Wij hebben een protest tegen racisme georganiseerd, omdat we vinden dat racisme niet kan en onnodig is. Nou, mijn oma die heeft kanker gehad en die is daarna overleden. Mm-hmm. En mijn oom heeft ook kanker gehad en hij had heel veel haarverlies. Ja. En toen wilde ik er iets aan doen. Toen dacht jij, hey, daar kan ik andere mensen met mijn haar, kan ik ze helpen. Mm-hmm. Ook genomineerd voor de Kinderprijs. Ja. Vertel eens waarom. Omdat ik een jongen ben die make-up draagt, zoals jullie ook kunnen zien. En dat doe ik om aan iedereen te laten zien dat het oké is om jezelf te zijn en dat niet uitmaakt wat je aandoet of opdoet. Ja, ik heb dit jaar een ultratriathlon in Israël en Palestina gedaan. Ik vind het gewoon belangrijk dat kinderen echt een stem krijgen, omdat kinderen heel anders denken. Veel meer bijvoorbeeld naar de toekomst kijken en een hele meer open blik zonder vooroordelen of voor kennis. En omdat in het kinderrechtenverdrag staat, ondertekend door Nederlands, eigenlijk gewoon moet. Echt, ja. Alle mensen die in mijn situatie zitten of die een beperking hebben, dat ook al heb je een beperking, je ook naar buiten kan, ook kan gaan sporten, ook inclusief kan gaan sporten, ook kan bewegen, ook voor je passie kan gaan. In mijn geval was dat sport. Okay. De winnaar is of zijn geworden Senna. Groot applaus. Kees heeft de award. We hebben een echte award. Zie ik nou tranen? We zijn gewoon heel blij dat we hebben gewonnen, omdat we echt hebben gevochten voor wat we zouden doen. En we hebben ook gezien dat nu we hebben gewonnen, weten we dat mensen het met ons eens zijn. En dat we ook verschil kunnen maken, ook al zijn we kinderen. Je merkt ook aan de reacties in de zaal hoe klein de acties eigenlijk ook zijn. Iedereen wordt er stil van, echt hartverwarmend. En volgens mij is dat precies wat de wereld op dit moment nodig heeft. Ja, ze hebben echt allemaal hele goede dingen gedaan. Dus. Ik denk dat dit ook weer een podium geeft om kinderen het te laten zien dat zij ook echt een verschil kunnen maken. Dus dat moeten we altijd blijven doen.